Een actie van de Stichting Wakker Dier, die hiermee protesteert tegen de castratie zonder verdoving van miljoenen biggen in ons land. Het is maar een kleine ingreep hoor, je voelt er bijna niks van. Dit varkentje wassen we wel even. Castratie zonder verdoving is zo pijnlijk voor varkentjes dat de Arbodienst de boeren die de castratie zelf uitvoeren adviseert om gehoorbescherming te dragen. Dit omdat het geschreeuw van de biggen zo hard is dat het gehoorschade kan opleveren. Al die dieren worden gecastreerd omdat een heel klein percentage van het vlees een onaangename geur kan bevatten wanneer die dieren geslacht worden. En je kan het voorkomen, heel simpel, door de dieren te slachten voordat ze geslachtsrijp zijn, voordat ze nakomelingen kunnen krijgen. En dat betekent onder een gewicht van ongeveer 85 kilo. En dan heb je het probleem ook verholpen en dan zijn al die castraties niet nodig. Minister Brinkhorst van Landbouw kon vandaag niet reageren omdat deze op vakantie is. Ambtenaren van het ministerie reageerden in het algemeen positief op de actie. Dan gaan we eventjes het tentje in samen. Ik denk er even over na. Ja? En dan komt het allemaal goed. Oké, dankjewel. Hier zo, hè? Bekend is dat Brinkhorst ook tegen de onverdoofde castratie van big is. Hij wil een maatschappelijk debat over de ethiek binnen de bio-industrie. Wakker Dier wil dat hij dit debat overslaat en meteen actie onderneemt. In een brief vraagt de stichting aan de minister om een Europees verbod op castratie van biggen te bewerkstelligen.